Hey, wat vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Skyblock. Ik checkte dus even mijn abonneegetal en we zitten op 180.000 abonnees. En nou zegt dat niet superveel, maar toen ging ik gelijk even naar Jeroen's kanaal toe. Jeroen heeft 187.000 en hij zei een paar maanden geleden tegen mij dat ik hem nooit zou inhalen. Jongens, nog 7.000 abonnees. Jullie weten wat jullie moeten doen. Even abonneren en dan heb ik hem ingehaald. En ik wil als eerste de 2 ton aantikken. Dus vergeet niet te abonneren. Ik zou het heel erg waarderen. Dankjewel. Klik op het duimpje omhoog en join even de Minecraft server. play.hardbeserver.nl. Jullie kunnen gewoon allemaal Skyblock spelen. Het is free to play. Je kan ook de survival gewoon even joinen. Check dan de link even in de beschrijving naar mijn website. En ondertussen ben ik even lekker wat paarden aan het killen. Ik kreeg trouwens letterlijk een comment van iemand die zei van, joh, Harm, wil je alsjeblieft niet meer paarden killen? Het is echt zielig. Alsjeblieft, ga van mijn kanaal af. Kom nooit meer terug. Ik weet niet of het serieus bedoeld was wat je zei, maar paarden mag je niet killen? Hahaha. Ah, jongen. Het is maar een spelletje. Dit is toch geen paard? Ik zie gewoon een vierkant blok met nog meer blokjes. Dat is letterlijk wat Minecraft is. Als je daarom gaat janken, dan ben je niet meer welkom op mijn kanaal. Sorry hoor, daar ben ik heel duidelijk in. Maar dan mag je gewoon lekker weggewezen. Ja, ik heb net iets van 1,5 uur hoofden lopen verzamelen. En ik zit echt op kapot veel hoofden. Dus die ga ik gelijk even inleveren. Weet je wat? We doen eerst even deze. Boom. 49? Wat? Dat was bijna een stack aan paardenhoofden. Oké, nou, we leveren alles gewoon even in. Ik dacht echt wel dat ik nu een level up zou zijn, maar dus niet. Dit is 1,5 uur werk, hè. Gewoon 1,5 uur heb ik al die hoofden verzameld. Oké, we komen wel dichtbij, gelukkig. Dus dat is top. Maar we zijn er nog lang niet, jongen. 69, oké, dat is top. Dat is perfect. Ja, ik heb ook weer flink veel bomen gehakt. En ik heb nu bijna... Ik ga al richting de 1000. 1000 spruce logs, dus dat is wel nice. Ik kreeg er ook best wel comments over van mensen die zeiden van... Joh, Harm, je moet echt blijven focussen op die achievements. En dan heb ik het dus hier over deze achievements. Deze moet ik zo snel mogelijk halen, want iedereen is daar eigenlijk mee bezig. En ik moet er nog meer op focussen. Dus dat zal ik ook zeker doen. En daarom moet ik eigenlijk mijn bomenvorm nog groter maken. Want ja, ik heb hem al best groot gemaakt, maar het is nog steeds heel klein. En daarnaast zat ik te denken. Ik was de vorige aflevering was ik bij een ander eiland. En ik zag dat iedereen daar dubbele spawners op één plek had. En nou ben ik benieuwd of dat ook dubbele dieren oplevert, zeg maar. Want als je het in één stack zet, levert het dan het dubbel op? Ik denk het eigenlijk wel. Dus ik wil het eigenlijk ook gaan proberen. Want ik heb iets van 25 miljoen. En deze spawners kosten allemaal 40.000 of zo, 50.000. Het is in ieder geval geen geld. Dus laten we gewoon elke spawner 2 keer kopen. En dan gaan we kijken of we daadwerkelijk ook 2 keer alles zo snel krijgen. Daarnaast is mijn vlees ook op, dus ik moet gauw even wat nieuw vlees in de oven gooien. Ik heb dat zo nu en dan dat de deur geglitcht is. Ik weet niet waarom. Oh! 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 Yo, oké. Oh, dit meen je toch niet? Wauw, ik leef. Ik leef. Holy shit. Oh, ik dacht echt dat ik daar geweest was. Oh, daar ging ik bijna mijn hele inventory. Wauw. Oh, gelukkig heb ik al die hoofden net ingeleverd. Tjongejongejonge. Waarom ben ik niet doodgevallen? Ik heb niet eens vervalling op mijn boot staan. Hoe kan dit, joh? Echt tjongejonge. Echt, waarom is dit geglitcht? Oh, ik schrok me kapot, man. Oké, hier eentje. Ik weet niet hoe dit kan. Misschien moet ik er even normale deur in doen. Want zo nu en dan is het geglitcht. Ik weet het niet. Oké, dat was echt pittig gevaarlijk. We leveren alles weer even. Oh, ik heb nog hier een stekkie van. Kijk eens even aan. 77%. Oh, huh? Ook nog vet veel wolfheads. Oké, die geeft maar 1% een stek. Dan vullen we deze kist weer even op. Let's go. Ik moet even een stekkie overhouden, want dat ga ik even omsmelten. En dan gaan we dit ook weer even verkopen. Nice. Dat is weer wat geld erbij. Lekker knaken. Ik heb trouwens ook echt al kapot veel wol. Dat is hartstikke mooi. Oké, ik heb gelukkig al best wat spawners die ik dubbel nu kan plaatsen. Spider kan ik nog niet. Zombie ook nog niet. En squid ook niet. Dus we kunnen alvast 3 erin zetten. Ja, ik wil vandaag lekker wat experimenten uitvoeren. Kijk, dit is dus nu een dubbele spawner. Het zou nu dus 2 keer zo snel moeten gaan. Bij deze ook. Hoppakee, exact hetzelfde. Dan de schapen spawner. Yes. Oh, hier staat ook gecombineerd met nabije spannen. Oké, er staat verder geen informatie bij. Dan hebben we nog een cow spanner. Want ik wil namelijk ook nog een andere test proberen. En dat is om sneller aan hout te komen. En daarvoor wil ik 4 dirtblokjes naast elkaar zetten en een grote boom laten groeien. En dan wil ik proberen of ik die kan omhakken met die ability. Volgens mij is dat niet het geval, want dat zou echt heel OP zijn. Maar we gaan het wel testen natuurlijk. Maar voordat ik dat doe, ga ik even een nieuwe... Oh, het is zo hard geglitst. Oké. We gaan even nieuw vlees halen. Volgens mij zit hier ook nog wel ergens iets in een oven, of niet? Oké, toch niks. Nice. Zo, nou, dan gaan we dan. We gaan het even omsmelten. Ik heb ook helemaal geen koeker. Best wel dom, maar dat maakt niet uit. Volgens mij heb ik trouwens nog wel hier gekookt eten hierin zitten. Super chill. Dus dan gaan we dat eerst wel even opmaken. Oké, we gaan eerst even naar crates toe, want ik heb natuurlijk een daily crate. Laten we die gelijk
gelijk even openen. Oké, okay, please. Geef mij iets leuks, want ik wil iets leuks. Ja, spannetje. Nee. Oh, 1000. Oh, is dat trouwens, is dat chill? Ik weet niet. Het is maar 1000. Ik geef dat heel veel was. Maar, oh, dat zat tussen die spannetjes in. Dat is wel echt even jammer, hoor. Oké, okay, nou, we gaan weer even naar de shop toe. En ten eerste koop ik wat spruce saplings, want die dingen gaan veel te snel op. Dus we kopen even 64. Top, dat is gelukt. Ja, wat grasblokjes kan ik ook wel gebruiken. Die zijn ook alweer op, volgens mij. Oh ja, we moeten natuurlijk bone meal hebben. Waar ligt die troep? We hebben echt best wel veel bone meal nodig. Ik denk ook wel dat het duur is, of niet? Eén zo'n ding is 10 euro. Dat is best wel veel, toch? Als ik nou gewoon een stekkie koop. Oftewel, een stekkie is niks. Dat is 640. Zo, is duur. Hartstikke duur. Oké, weet je wat? We kopen hier even 5 stacks van. Want ik kan bone meal wel goed gebruiken. En nu hebben wij ook nog een keer alle spawners nodig. Want ik wil overal 2 neerzetten. Als het experiment trouwens niet werkt, dan ben ik al dat geld wel kwijt. Wat best wel zonde is. Maar het kost helemaal niks, joh. Mushroom cow. Let's go. Kan je het hier ook verkopen of niet? Ja, je kan het sowieso aan andere spelers verkopen als je eentje over hebt. Dus dat is sowieso een dingetje. Mushroom cow hebben we nu gekocht. Chicken ben ik nog niet aan toe. Schaap heb ik wel. Een rabbit ook nog niet. Oké, pigspawner hebben we ook. Die niet. Wolf. Oh, wolf hadden we ook dubbel, toch? Yep. Squid hebben we al. Maar die kan ik nog niet plaatsen. Villager kunnen we nog niet. Horse spawner. Ja hoor. Let's go. Misschien kan ik er trouwens ook al 3 inzetten. Ik heb echt geen flauw idee tot hoe ver dat kan, zeg maar. Ocelot hadden we vast ook nog niet. Zo, oké. Die heb ik ook allemaal gekocht. En zit hier nog iets tussen. Dit zijn wel monster spawners. Daar ben ik sowieso nog niet aan toe. Dus ik denk dat dit alles inmiddels wel is. Lekker man. Oké, okay, top. Wij gaan weer terug. En we gaan alles plaatsen. Oh, ja. Nee, dit werkt zeker. Ik krijg veel meer koeien nu ineens. Want voor de opnames ging alles echt vet sloom. Had ik het idee. Dus dit werkt. Dit is hartstikke top. Nice. Hier plaatsen 2 in. Kijk, dit is eigenlijk alleen voor de mensen die echt veel geld hebben. Want dit is wel een beetje een luxe probleem. Dat je overal 2 neerzet. Ocelot moeten we nog. En dan hebben wij alles, toch? Yep, we hebben alles nu te... Yo! Hoho! Dit is chill. Kijk, nu gaat het echt 10 keer zo snel. Want ja, jullie zagen net dat ik ook gewoon nog een stack van die wolvenheads heb ingeleverd. Terwijl die dingen leveren niks op. Maar ik heb die beesten puur gehakt omdat ik gewoon niks anders had. Kijk eens even, joh. Dit gaat even dubbel zo snel. Dus nu ga ik ook, denk ik, alleen nog maar paarden en zo killen. En dit soort beesten. Ja, paarden zijn trouwens echt super irritant. Want die kill je echt vet langzaam. Zo, dit gaat lekker, man. Zo, ik ga het ook gelijk even vragen. Hoeveel van dezelfde spawners kan je in elkaar plaatsen? Oké, okay, je kan dus 10 plaatsen. Damn. Oh, wacht eens even. Nu vraag ik van, joh, spawnen er dan ook 10 keer zoveel? En sommigen zeggen nee, sommigen zeggen ja. Oh ja, er zijn mensen die zeggen, ja, bij 2 keer gaat dat nog. Ja, ik heb ook het idee dat als je 10 spawners in hebt, dat er echt niet ineens 20 paarden komen. Ik denk dat dat steeds meer afneemt. Ik zou het kunnen proberen om 3 erin te gooien. En om te kijken of het dan sneller gaat, of 4 of zo. Yo, ik heb zelfs het idee dat het meer dan 2 keer zo snel gaat. Wat? Dit gaat echt kapot snel. Oké, okay, dan het volgende experiment. We hebben weer lekker wat hoofdjes erbij. Ik wacht even tot dat schermpje weer rechts in het beeld komt, zodat ik weer mooi kan kijken. Kijken hoeveel ik heb. Maar ondertussen pak ik wel even wat dirt erbij. Ik ga dat niet met gras doen. Dat doen we mooi even met dirt, want ik heb nog vet wat dirt over. Oh, ik zit nu op 79%. Die leveren we in. Die leveren in. Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Volgende leveltje. Lekker hoor. Oké, okay, let's go. Ik ga het hier plaatsen. We kunnen het eventueel wel 2 laten groeien. Alhoewel, nee, dat ga ik niet doen. Want ik denk dus dat dit niet werkt. En als dit niet werkt, dan hebben we wel een probleem eigenlijk. Weet je wat? Ik ga dit ook allemaal laten groeien. Of is dat wel slim? Ja, dat doen we gewoon lekker boeien. Dan kan ik die zo meteen ook allemaal mooi gaan hakken. Oh, dit groeit echt snel, joh, steeds. Wat? Ik hoef steeds maar 3 of 4 erop te gooien. Zo, ik doe het zo even, want ik kom er echt niet in één keer heen met die ability. Dan gaan we nu even deze grote boom laten groeien. Let's go! Ja, hij staat gelijk. Oké, okay, ik ben benieuwd. 3, 2, 1, let's go! Ja! Het werkt! Het werkt! Kom op, go, 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 go. Ja! Hoeveel krijg ik nu? Hoeveel krijg ik nu? Kom op, go, 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 nog een keer. Oh, wat sick! Wat sick! Ja! Kom op, nog een keer, nog een keer. En het werkt niet meer, jammer. Oh, dit is sick! Dit is sick! Wacht, hoeveel heb ik nu gekregen? Ik heb helemaal niet opgelet. Stond het wel in het scherm ergens of zo? Ik heb sowieso 2 stacks erbij, dus dat is wel heel nice. Ja, kijk, nu ga ik dus niet mijn farm uitbreiden. Ik ga nu misschien een paar van dit soort grote bomen neer. Ja, absoluut. Yo, het percentage is bijna verdubbeld. Wauw, dit is insane. Dit is zo insane. Ik ga nu een paar van die grote bomen gewoon neerzetten en that's it. Weet je wat? We kunnen dit gewoon afbreken. Ik wacht wel even tot mijn volgende ability ready is. Of ga ik dat nu doen? Ik weet niet wat slim is. Ja, ik moet nog een minuut wachten. Dus we kunnen wel mooi even alle bomen gewoon los omhakken. Het ding is wel dat mijn woodcutting level hierdoor wel veel sneller omhoog gaat. Want als je die ability natuurlijk hebt, dan hak je eigenlijk maar 1 blok. En hij registreert dat wel als 1 blok. Oh, heb ik dat ability weer? Huh, in één keer ging er een boom om. What? Oké, okay, dit is gek.
Soms gaat er wel in één keer een hele boom om. Oké, we maken hier ook even zo'n grote boom. Hoppakee, en die laten we even groeien. Yes. En dan breken we de vorm denk ik gewoon langzamerhand even af. Hier kan er ook wel even eentje komen. Oh, heb ik de ability weer? Heb ik hem weer of niet? Soms is het echt gek. Soms dan gaat die ability random aan, maar soms ook weer niet. Zo, die laten we even groeien. Let's go. Hoppakee. Zo, en dit ruimen we ook allemaal even op. Zo, oké. Nou, ik ga nog even die laatste bomen laten groeien. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel ik er zo meteen bij krijg. Maar yo, ik ga nu echt keihard zo meteen hoor, met dat levelen. Dus dat is wel echt heel chill. Die laten we groeien. Deze laten we even groeien. En weet je wat? We gaan dit allemaal neerhalen. Dus let's go. Dan gaan we dan in 3, 2, 1 en... Hoppakee. Dan gaat de eerste. Dan gaat de tweede. Nice. En dan gaat de derde. Ja, je moet wel echt heel goed opletten dat, niet, dat er niet een clear lag komt. Waardoor dus alle items worden verwijderd. Want het is zonde dat je niet het hout kan bewaren. En met zo'n ability moet je de keihard nemen. Want ik heb dit iets van 20 seconden of zo. Zoals je ziet, ik kan heel mooi nu alles omhakken. Mooi binnen de tijd van ability. En alles is om. Alles is gewoon om. Dus dat is top. Dat is nice. Weet je wat? Ik ga de complete bomenvorm omhalen. Het gaat allemaal weg. Ik heb het niet meer nodig. Zo, we gaan een compleet nieuwe vorm maken. Want hoeveel hout heb ik nu überhaupt gekregen? Ik heb echt geen flauw idee. Ja, hier ligt zoveel hout op de grond. Ah, nice. Oké, we gaan even die tree farm opnieuw bouwen. Want ik wil hem wel natuurlijk even mooi aan elkaar vast. Oh, mijn inventory zit vol. What? Oké, dat is echt al veel. Laten we gauw even al het hout opruimen. Ja, joh. Kijk dan. Dit is insane. Dit is zo insane veel. We dumpen dit gauw even. Zo, alles weg. Nice. En dan gaan we even cellen. Nice. Dat is weer wat geld erbij. Oh, dat ligt ook vet vol in de boom hier. Dat moeten we er echt even uithalen. Hier ook nog behoorlijk wat. Yo, 32% zit ik nu op. Nu al. Ik heb in no time heb ik 800 logs of 900 erbij gekregen. In 2 runs. Ja, dat is wel echt heel sick. Oké, weet je wat? We gaan hier mooi beginnen. Ergens een beetje op het randje. Dan gaan we alles langzamerhand mooi laten groeien. Dit is de nieuwe manier, jongens. Dit is hoe het werkt. Hartstikke idee. Dan even, ja, we kunnen ze volgens mij ook wel in elkaar laten groeien. Ik kan het wel even proberen. Als ik nou gewoon even 5 ertussen pak of zo. Dus hier de volgende bouw. Wat nou als ik hier eentje laat groeien? Dan zouden ze volgens mij in elkaar moeten komen of niet? Groeit die wel of niet? Ah, hij groeit wel, hij groeit wel. Oké, dan bouwen we hier nog eentje en dan bouwen we hier eentje. Dan laten we die even groeien en die laten we even groeien. Nee. Deze zijn nog hoger, of niet? What? Oké, dit is sick. Oké, ik ga hier niet dichterbij komen, want anders komt het tegen het huis aan. Straks dan gaat mijn hele huis weg, omdat het ook spruce is. I don't know, volgens mij niet. Volgens mij als je zelf een log plaatst, dan pakt hij dat niet, wat logisch is. Oké, mijn boomveller, zo heet het ook echt. Die is weer hersteld, dus... Oh, joh, deze is ziek hoog. Oké, we gaan deze vorm nog even lekker uitbreiden natuurlijk. Ja, je zou misschien nu kunnen zeggen van... Yo, wat is dit OP? Je kan zoveel hout krijgen op deze manier. Maar ja, jongens, wat heb je aan hout in Skyblock? Oprecht niks. Ja, je kan bouwen wat je wil. Maar daar gaat het niet om. Ik bedoel, kijk wat ik hier beneden heb staan. Als ik even hier op het randje ga staan, dan zie je allemaal diamonds en zo. Ja, dat is natuurlijk nog veel meer waard. Uiteindelijk draait het daar natuurlijk ook om, hoeveel diamonds je hebt. En dit boeit dus eigenlijk helemaal niks. Maar voor het level is dit super chill, want ik ben nu zo in de volgende achievement. Oké, nieuwe stekkie even gebruiken. Deze laten we ook even groeien. Zo, oké. Nou, we zijn er bijna doorheen. Alles even vol plaatsen. Oh, ik heb geen deur meer. Oké, dan doen we het gewoon even zo. Nou, let's go. Dit laten we gauw groeien, maar dat is wel belangrijk dat je wat boomwiel erbij koopt. Dat scheelt namelijk echt heel veel moeite de hele tijd. Zo, en die groeit net niet. Oké, zo. Alright, oké, nu ben ik heel erg benieuwd. Ik had iets van 30% ingeleverd, toch? Iets van, hoeveel bomen waren dat? Ik heb echt geen flauw idee. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Let's go! Oké, ja, we zijn er al bijna heen, joh. Ah, dit gaat zo makkelijk. Dit gaat zo makkelijk. En alles ligt. Kaboom. We hebben nu 2500. 2500. Yo, oké, mijn woodcutting level gaat volgens mij niet... Of gaat die wel snel? Ja, die gaat volgens mij ook zo snel omhoog. Dat maakt het nog beter. Oké, daar waren serieus 1000 logs volgens mij. Ja, dit zijn echt wel 1000. Oh, wat ziek. En dit is ook qua saplings is dit veel goedkoper. Want je krijgt zoveel logs voor zo weinig saplings eigenlijk. Ja, ik ben nu op 50% stond. 50% van het volgende level. Dus yo, ik ben er al bijna. We zijn er al gewoon bijna. En daarna moeten we minen. Oké, we gaan even naar de achievements toe. Ja, hierna komt dus het mijnen van 100 coal ores. Dus dan gaan we daar lekker mee bezig. Ja, ik kan wel een nieuwe kist gaan reserveren voor dit hout. Hoppakee. Dus laten we gelijk daarmee beginnen. Oh, ik heb zo belachelijk veel hout. Ik kan het wel letterlijk wel verkopen. Kunnen we dit überhaupt verkopen? Ik zal het gewoon proberen voor de grap. Oh, nee. Je kan het niet verkopen. Dat is jammer. Oké, we pakken weer deur erbij. En dan gaan wij dit ook gewoon plaatsen. Want ja, het mag voor mij nog wel net wat groter. En ik vind dat prima. Zo, hier komt de laatste. Oh, dit klopt ook precies met het platform. Dus heel erg chill. En dan doen we even zo. In plaats van vol. Oh joh, mijn saplings zijn nu ook op. Valt er niks meer uit de lucht? Oké, toevallig niet. Ja, houden we deze mooi bij ons. Of er moet hier nog een paar liggen? Volgens mij niet. Oh, hier liggen nog een paar. Oh, er liggen er 7. Die moet ik hebben. Geef me die klote dingen. Thank you. Oké, ondertussen ga ik het gauw allemaal laten groeien weer.
dit is leuk om te doen, joh, dit. Oké, nou, er gaat ongeveer een stekkie op aan... oh, die duurt wel heel lang. Gaat ongeveer een stekje aan op. Oh, ik heb hem weer, of niet? Ja, ik heb hem weer. Oh, let's go. Dan gaan we weer. Jut. Hoppa. Alle bomen bij langs. En we zijn er zo doorheen. Je kijkt dan rechts in het beeld hoe snel dit gaat. 66, 68, 70. Oh, nog één keer dit en dan ben ik klaar. Dan heb ik hem gewoon af. Oh, wat sick. Oh, het is wel een beetje na dat het ernaast kan vallen. Volgens mij valt het echt steeds bijna naast. Oh, mijn inventory, jongens. Mijn inventory zit vol. Ik kan niks meer dragen. Dit is toch insane. Dit is toch insane. Ik heb binnen no time een dubbele kist vol. Oké, we zijn bij de spawn. Ik koop er even één stekje of twee. We kunnen er ook al twee kopen. Nice. Want je krijgt blijkbaar helemaal niks uit deze bomen. Ja, er zitten nog wel een paar saplings die ertussen hangen. Maar verder krijg je echt bijna niks. Ja, ik zit nu op 76%. Dus we gaan hem denk ik nu gewoon de volgende keer klaren. Nou, is dat in ieder geval af? Dat is wel chill. Toppie, man. Oké, laten we dit gauw ook even opmaken nu. Oh, wat gebeurt hier? What? What? Wat is dit voor boom? Oké, die is een beetje gek gegroeid. Maar dat doet er niet. Oh, die ging ook een beetje geglitcht. Ja, ik moet wel even de grote boom hebben, anders red ik het natuurlijk net niet. Oké, nou, volgende stekje boomhuil. Let's go. Yo, wat zou sneller werken? Als je steeds rondjes eromheen loopt of op één doet, zeg maar. Volgens mij maakt het echt helemaal niks uit. Oké, zou die weer ready zijn? Oh joh, mijn ex is trouwens bijna stuk. Oh, ik ben blij dat ik dit nu zie, want hij zou de volgende ronde sowieso stuk gaan. Dus we gaan het ding gauw even repairen. Oké, pak even twee diamonds. Boom! Let's go. Repair level gaat hier echt keihard mee omhoog. Dat is super chill. Zo, we doen het even mooi zo. Het kost maar twee diamonds. Bijna weer helemaal full. En hebben we de ability weer? Volgens mij wel. Ja hoor, ik heb hem weer. We gaan het afmaken, jongens. We maken het af. 4000, 4200, 4300. Nice. 4500, 46, 47. We zijn er. We zijn er gewoon. We zijn er gewoon. 48. En we hebben hem. We hebben hem. Nee, nee. We hebben hem niet. Kom op, go, go, go. Oh, nice. Woe. We hebben hem. Oh, wat sick. Wacht, zou ik nou ook weer een reward hebben? Nou ja, ik heb geen reward. Zo, ik hoef ze nu ook niet terug te plaatsen. Want ja, waarom zou ik nog meer hout willen hebben? Wat heb ik eraan? Ik kan het ook niet echt verkopen. Ja, ik kan het wel aan andere spelers verkopen. Dat is natuurlijk altijd mogelijk. Maar ik denk dat niemand echt een houtprobleem heeft. Nou, die kist zit ook vol. Top. Dan gaan we gewoon door naar de volgende. Ik wist niet dat ik zoveel kisten nodig had, joh. Oké, mijnen voortgang. Achievements. Ja, oh, wacht. Ik moet het collecten. Dus ik klik hier eerst op, toch? Ja! Protection 4 boots. Yo, het is sick. Hak 100 coal ores. Dat is nu de volgende. Dit levert best wat op, hoor. Dus doe dit ook absoluut. Het is gewoon slim om te doen. Ja, die tree farm heb ik nu dus helemaal niet meer nodig. Dus ik ga je ook niet meer naar omkijken. Misschien als ik een keer ander hout wil hebben of zo, dat ik daarmee dat kan fixen. Ik ben trouwens wel heel blij dat dit spruce was en niet iets anders. Want je kan bijvoorbeeld geen grote oakboom maken, ook geen grote birchboom. En nu moet ik gewoon coal hakken. Dus wat ik nu eigenlijk gewoon moet doen, is gewoon hier staan. Ik heb natuurlijk die ability ook super chill. Ik heb er één gang. Oh, die gaat super snel, joh. Hier ben ik zo doorheen. Dit is zo gefixt. Maar daarna moet ik 500 of 1000 zelfs. Dus dat gaat wel even duren. Maar dit is nu het volgende. Ik ga nu denk ik de komende tijd lekker veel mijnen. Lekker makkelijk. Ik zat er trouwens ook over na te denken om hier nog één laag water bovenop te doen. En de lava laag ook te verhogen. Dan kan ik gewoon altijd met zo'n ability kan ik altijd brr 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 doen. Dus dat is chill. Dat wil ik eigenlijk. Dus ik denk dat ik dat wel even zou kunnen doen. Toch? Dat is gewoon mogelijk, toch? Ik kan het dak hiervan kan ik makkelijk wat verhogen. Dus dan haal ik gewoon het dak er even af. Gaan we dit even verbeteren. Kijk, dat werkt eigenlijk alleen maar voor die ability. Want nu kan ik constant eigenlijk hakken. Dus nu zou ik het nooit op tijd kunnen hakken. Dus die rij die ik nu heb is eigenlijk voldoende van mijn pickaxe. Oh, boom. Oh, wat is er? Oh, explosive mining. Level 3. Sick. Heb ik die nu? Oh, nee, wacht. Ik heb die kracht nog niet. Dus die ability van mining gaat ook natuurlijk steeds beter worden. Wat heel chill is. Ik weet alleen niet of ik hier zo bovenop kan bouwen. En of dat dan niet bovenop stroomt. Volgens mij niet. Dus ik denk gewoon dat het kan. Oh, we hebben nu al 28 kool gefixt. Dit gaat echt kapot snel. Ja, je hoeft het kool dus niet op te pakken. Daar ben ik wel blij mee. Je moet het gewoon hakken en that's it. Zo, en ik ben alweer op de helft. Ja, zo snel gaat dit. Kan ik mijn ability ook weer aanzetten? Let's go. Ja hoor. Hij doet het weer. Nice. Kijk, dat gaat natuurlijk net wat sneller. Echt, voordat je het blok ziet, is die al weg. Zo chill is dit. Oh, dit gaat nog sneller, deze ability, heb ik het idee. Dit is echt instant. Die andere moest je nog wel een klein beetje hakken. Dus daarom is het echt wel heel nice dat ik dit zo meteen ga doen. Dat ik het dus hoger ga maken. Er ligt trouwens de iron naast. Dat vind ik maar niks, dat de iron naast ligt. Ah, chill is, we moeten nog 20. En dan heb ik deze ook al gehad. En ik ben benieuwd wat ik daarvoor krijg. Misschien krijg ik weer iets van diamond of zo. Ik ben trouwens al bijna level 40 gewoon. Door het killen van al die dieren. Daar level je best wel snel door. Vooral het mijnen. Dit levelt zo ongelooflijk snel. Dit kijk dan eens even. Level 40. Heb ik hem weer? Nee, ik heb hem niet meer, die ability. En we hebben er bijna nog 2 koolhakken. En we got hem. Nice. Oké, top. Dan ga ik gelijk weer naar achievement. Dan claimen we die. En daarvoor krijgen we een stacky iron. Ik dacht al, dat is niet super boeiend. Er stond volgens mij ook bij dat hij makkelijk was. En deze is normaal. Ja, deze was dus moeilijk. Wat ook logisch is. Deze is normaal. Dus hier zullen we ook niet super veel voor krijgen. Maar nu 500 kool is ook niet zo'n groot probleem, lijkt me. Wat ik even ga doen is alles eruit halen.
alle oors. Het steen kan ik er wel in laten zitten. Maar dit pak ik er wel even uit. Zo, we gaan dit volgooien met spulletjes. Oh, nieuwe boots gooi ik er ook tussen. Oh, die hele kist zit vol. Daarvoor heb ik natuurlijk een hele leuke wand. Waarmee ik gewoon stacks kan maken. Wacht, die hoeven er niet in natuurlijk. Waar is mijn block wand? Die zit volgens mij ergens. Oh, die zit hier ook in. Yes. Niet de cell wand, please. Dit is de block wand. En kaboom! Oké, we hebben heel veel omgezet. Je ziet het, het stackt gewoon iets beter. Deze kan ik zo meteen ook weer gebruiken. En deze kan ik ook weer gebruiken op deze kist. Nice, is deze ook weer wat opgeschoond. Oké, dan gaan we hier even tussen kijken. Want hier zit ook nog van alles tussen. Even kijken. Oh, er zit vet veel redstone. What? Die hele kist zit vol. Oké, weet je wat? Ik gooi dit even terug, want ik pak alleen even de spulletjes die ik echt nodig heb, zoals kool. Want dan kan ik de ovens ook weer opvullen. En het goud. Yes, dankjewel. Iron, please. Oeh, zo komt hier normaal iron in. Hoe kan dat nou weer dan? Geen idee. Oké, let's go. Die vullen we op. Die vullen we op. En even allemaal kool erin, want ik heb allemaal kool bij me. Dus laten we dit allemaal volgooien. Ik heb maar 3 van die dingen. Oh, dat is jammer. Anders gooi ik het goud wel gewoon hier en lekker boeien. Ik heb toch genoeg kool. Zo. En deze kist gooien we ook weer mooi vol. Let's go. Nou, dit was de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken. We hebben vandaag lekker veel gedaan. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke laten.